Ik ben Robin Smeet en dit is mijn werkplaats. Het is genaamd Siersmederij Robin Smeet. We doen hier allerlei soorten metaalwerk. Maar ik werk voornamelijk met de smeedijzer. Wat inhoudt dat ik ruw metaal omsmeed met warmte en vuur. En zo creëer ik mijn kunst. Ik ben begonnen met metaalbewerking op mijn 22e. Mijn mentor was Huub Lave en Huub Senze en van hun heb ik veel geleerd. De passie en de leergierigheid heeft mij nooit verlaten. Van ruw metaal naar iets unieks. Ik voel een soort vrijheid als ik een smede ben. Het hebben van een idee, dat kan en mag veranderen als je een smede bent. Ook omdat het metaal soms anders beweegt als je vooraf dacht. De warmte van het ijzer is rond de 1200 graden als het uit vuur komt. En dan heb je maar een paar minuten tijd om het te kunnen vervormen. Voor mij is het een gevoel van genoegdoening als ik naar beneden kijk en ik zie mijn werkhanden en de slijtage op mijn schort. Dat vind ik gewoon een heerlijk gevoel. Het is een spoor van verdiensten. En nadat je hard gewerkt hebt, kijk je naar wat je gecreëerd hebt. Je begint met een idee en als je dat kunt bereiken, dan kun je zeggen, het is volbracht. Het is voor mij echt een beloning als mensen een binding hebben met mijn kunst. Als mensen snappen wat ik bedoel met mijn werkstuk, dat geeft juist die voldoening. Mensenleven is te kort, er is altijd wel iets wat me weer opnieuw uitdaagt. Of het nou een techniek of stijl is, als je ouder wordt, dan herontdek je jezelf weer. Omdat ideeën altijd weer vernieuwen. De oude technieken, dat zijn de basisregels van het smeden. Maar er komen ook steeds weer nieuwe technieken. En dat maakt juist het smeden en de smeedkunst zo tijdloos. Het was er in de Renaissance al en het is er nu ook nog. En het zal er altijd zijn, het zal nooit uitsterven.